allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag ben ik bij Ceramic Nature. Ja, jullie zien het, ik ben niet in mijn normale locatie voor een aquarium en ik ben ook niet alleen. Dus om daar maar eens mee te beginnen, ja, wie ben je? Ik ben Timo, ik vertegenwoordig Ceramic Nature. En wij zijn een groothandel en fabrikant in aquarium en terrariumdecoraties. Ja, en ik ben hier dus vandaag, jullie zien het hier toevallig, je zou bijna zeggen dat jullie iets met achterwanden doen ofzo. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Nee, wij zijn bezig geweest vandaag met het installeren van de nieuwe C- en Slimline achterwanden. Juist om er eigenlijk een uitlegvideo over te maken en wat moois erbij te vertellen. Ja, en tegelijkertijd ben ik natuurlijk hier ook. Ik vlog vandaag ook, die video zullen jullie later zien. En mij lijkt het ook heel erg interessant om wat te leren over jullie als merk. Ja, en jullie maken dus aquariumdecoratie. En wat voor decoratie? Wij maken keramische decoraties. We maken lijstendecoraties. En we hebben resindecoraties. Dus de wat grotere stenen, omdat het de zwaar is van keramiek, maken we die in resin. Oh ja, ja. En hoe zijn jullie hierop gekomen? Hoe is dit nou eigenlijk gestart? Dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Oh. Wij hebben vroeger maakten wij keramische legholen en op een gegeven moment dan toont één winkel interesse, dan toont er twee interesse en op een gegeven moment dan gaat het een beetje rollen en dan loopt het eigenlijk een beetje uit de hand. Oh ja, en jullie zijn dus ook groothandel? Ja, dus wij zijn groothandel, wij leveren wereldwijd, we hebben ongeveer 350 partners wereldwijd. Vanaf Indonesië tot en met Chili en eigenlijk alles daartussen. Ja, ja. Waar onderscheiden jullie je echt aan als merk? Want er zijn natuurlijk zoveel merken op de markt. Lastig om voor een particulier te bekijken van ja, goed, ik kan een decoratie overal vandaan halen, maar... Ja, waar wij ons vooral in onderscheiden is dat wij maken de decoratie zelf. Wij maken heel veel decoratie zelf en wij kunnen ook heel veel zelf ontwikkelen. Dus als mensen, heel veel van onze partners komen met een idee en zeggen, joh team, ik zou heel graag dit product willen hebben. Nou, ik zal je zo meteen wat producten laten zien die we hebben ontwikkeld voor een partner van ons. En wij gaan eigenlijk met het idee aan de slag. Gaan samen met ons team gaan we zitten en gaan we een beetje brainstormen. En ja, misschien houd je het touwtje terug, maar we gaan het kleien. En dan vanaf basis beginnen wij het idee uit te werken. En dan komt er op een gegeven moment een product waar we daadwerkelijk naar onze partners kunnen gaan leveren. Dus kleien, als in echt zelf gaan zitten. Zelf kleien, zelf met de hand modelleren. En het klinkt heel hard touwtje, maar ja. Het is groter dan je denkt. Ja, inderdaad. Ja, iets dat dus inderdaad puur decoratie en dan best specifiek dat je daar zoveel partners mee kan hebben, zoveel interesse mee kan ontwikkelen. Ja, maar het is ook omdat we gewoon ons onderscheiden. Kijk, wij naast dat wij hele goede producten hebben die eigenlijk gewoon zichzelf verkopen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijk, in principe, je kan altijd een verkooppraatje houden, maar dat is niet echt heel erg interessant. Het gaat erom dat je producten hebt die mensen daadwerkelijk mooi kunnen vinden, waar mensen het werk wat in hebben. En kijk, bijvoorbeeld zoals onze grotere decoraties die we van kunst of van kunstenaars maken. Die hebben altijd meerdere openingen. Ze zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld doorstroom van je aquariumwater hebt, geen dood water op het moment zelf. En in plaats van te kijken wat is esthetisch mooi, kijk ook wat is natuurlijk ook direct goed voor het diertje. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de keramische producten die we zelf maken, die worden tegenwoordig ook gebruikt bij de hempscaping. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld, normaal zo zet je een klein knaagdiertje in een plastic bakje. Ja. Plastic neemt helemaal geen warmte op, neemt niks op, maar juist met keramiek. Keramiek in het warmte op, neemt vocht op. Het is beter voor het diertje. Gaat langer mee, makkelijk schoon te houden. Dus eigenlijk al die kleine dingetjes naast dat het esthetisch mooi is, heeft ook nog een keer een voordeel voor het diertje. Ja. En dat is natuurlijk iets wat het allerbelangrijkste is. Ja, vind ja. Ik persoonlijk. Nou ja, je maakt dus ook letterlijk hier. Kunnen wij er iets van zien? Ja, zeker. Hoe het eruit ziet? We kunnen zo'n ding laten zien. Oké, okay, nou, zullen we daar maar eens heen dan? Blijf leuk. Ja, hier maken wij dus eigenlijk al onze natuurgetrouwe keramische decoratie. Nou ja, zoals je bijvoorbeeld hier kan zien, dit is een product die we zelf dan hebben ontwikkeld voor een van onze nieuwe partners. Dat is een sneeuw, dus een slak, een slakkenhuis. Of de tree stump. Eigenlijk een boomstamgrot. Wordt in de knaagdierwereld gebruikt, de aquariumwereld en terrariumwereld. En die maken we allemaal met de hand. Nou ja, bijvoorbeeld zoals deze, de logs. Ik zal je laten zien. Op het bord waar het aan staande maken we er een kleine
187 van per week. Dat is een beetje een doelstelling deze week. Dus nou ja, zoals je ziet, we zijn zaterdags het aan het bijwerken om het allemaal een beetje bij te houden. Nee, maar dat is heel erg leuk. Dat je eigenlijk het handwerk wat we doen. Ja, dat hebben we een leuk team waar we mee samen ja, een beetje houtje touwtje werken. Ik vind dat altijd mooi. Dit is hier nu aan het drogen, of wat doet het nu hier? Nee, dit wordt als het ware eerst gemodelleerd. Daarna gaat het in de bakkersbak als het ware. En daarna moet het een aantal dagen drogen. Ligt een beetje aan hoe dik het product is. Het ene product is net wat dikker dan het andere product, dus het droogt wat sneller. En daarvoor hebben we ook bijvoorbeeld die grote ventilatoren, die staan erop te blazen. 'S Nachts dan. Ja. En dit droogt ongeveer 4-5 dagjes. En daarna is het ook helemaal veilig voor het aquarium? Nee, daarna moet nog een keer gebakken worden. Oké, ja. Dat kunnen we zo laten zien. Nee, naast onze keramische decoratie maken we ook lijstendecoraties op maat en ook op productie. Dan kom je ons in grote platen binnen. Daarna hakken we het eigenlijk in kleinere platen. In de platen die precies in een hotel passen. Daarna wordt het gemodelleerd in de zin van in elkaar gezet. En dan, daarna wordt het een heel bouwwerk. En wat heeft uiteindelijk dit als doeleinde in het aquarium? Wat voor aquarium zou je dit zeggen? Het wordt gebruikt in aquarium met bijvoorbeeld cycliden, L-nummertjes. Het wordt vaak als in de volksmond noemen mensen het L-nummerhotel. Omdat eigenlijk alle L-nummers gaan hierop zitten. Die gaan op de rand zitten, kweken erin. Oh ja. Waaierlandgranalen gaan erin zitten. Eigenlijk alle diertjes die er een beetje in kunnen, die gebruiken de schuilplaats als kweekhol. En het is natuurlijk gewoon iets ideaals voor in de ongebruikte hoek in je aquarium. Wat je vaak tegenkomt. Het is vaak een beetje een rommelhoekje en hiermee krijg je eigenlijk een gebruikshoek van. Nou, ideaal, gaaf. Ja, leuk toch? Ja. En voor de camera, waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu de oven aan het openmaken. Die heeft zojuist, even kijken, dinsdag is hij aangegaan. Dan bakt hij ongeveer 26, 27 uur. En dan, daarna moet hij nog 2-3 dagen afkoelen. Ligt een beetje aan hoe vol die zit. En ja, nu moet even kijken of je voorzichtig. We zijn nu zaterdag voor degene die het. Kijk, en hier kan je dan zien wat we maken. Oh, wauw. Zo vol zit hij dus. Nou, zoals je voelt. Ja, je voelt het misschien. Ja. Je voelt niet de video, maar hier voel je dat er behoorlijk wat warmte uitkomt. Ja, inderdaad. Hij is nu nog ongeveer een. Wat zal het zijn? 200 graden? Ja, 208 graden. Zo. Dus dan moet hij langzaam afkoelen. Dus dan. Je ziet de warmte er bovenuit lopen. Ja. Je voelt het ook. Ja, je voelt het behoorlijk, ja. Geen kachel nodig als deze. Nee, als deze aanstaat, deze die gaat over de 1000 graden heen. Dus je hebt geen kachel nodig om het pand te warmen. Nee, precies. Dat is niet nodig. Dus dat is altijd heerlijk. Nee, maar dat is fijn. Ja. Dus ook toch altijd even een dingetje hopen dat alles goed gelukt is. Want je maakt alles boven, dan gaat alles goed. Dan gaat het doof in. En dan is toch altijd even spannend als het eruit komt. Want ja, daar wordt de kleur in principe gemaakt. Ja. Dus dat is altijd wel even een spannend dingetje, maar gelukkig ziet het er weer goed uit. En wat gebeurt er hierna? Want we staan natuurlijk hier ook nog voor een magazijn op het moment. Hierna eigenlijk gaat het eerst natuurlijk afkoelen, zodat het helemaal afgekoeld is. Dan gaat het eigenlijk naar de stickerruimte. En dan krijgt het een kaartje, krijgt een stickertje, krijgt een zakje en dan gaat het in een doosje. Ja. En dan wordt het, de ene product wordt per 10 verpakt, de andere per 20. Het ligt net een beetje aan hoeveel erin passen. Dus elk product krijgt zijn eigen doosje. En daarna gaat het magazijn in. En dan gaat het naar de winkel. En vanuit de winkel gaat het weer naar de klant. Ja, kunnen we ook het magazijn kijken? Jazeker, tuurlijk. Ja, we kunnen even kijken. We hebben momenteel hier wat spullen staan. Nou ja, dit is. We hebben eigenlijk twee gedeeltes. We hebben het rechte gedeelte, dat is eigenlijk alle legholen. Dus dit zijn alle standaard, niet natuurgetrouwe legholen. Dus ronde legholen. De allergrootste. XXL. Als je dit hele schap zat vol met Lego, een kleine pak een beet 8.500-9.000 stuks. En eigenlijk aan de andere kant van het gedeelte staan alle natuurgetrouwe keramische decoraties. Dus ja, dan heb je het bijvoorbeeld over de turtles. Dus de turtle caves. Of onze piramides. Ja, die hebben we net inderdaad ook gezien toen die net. Ja, die stonden boven. Ja. Die waren nog niet bewerkt, nog niet gebakken. Nee, precies. Je ziet het verschillende kleur. Ja, wauw.
En dit is wat er daarna gewoon gebeurt. Eerst natuurlijk de oven in en dan krijg je dit eruit. Ja. Dus ja, aan de andere kant van het gedeelte, dus eigenlijk het centraal gedeelte, is de natuurgetrouwe keramiek. En daarna krijgen we eigenlijk onze natuurproducten zoals de guavabladeren, telambo pots, cholowood. Daar hebben we redelijk grote hoeveelheden van. Dit zijn dan in principe de pakvoorraden. En dan hebben we boven en in het andere pand, daar hebben we eigenlijk de ovenvoorraad staan, want dat past niet allemaal in het magazijn. Nee, precies. Dit zijn dan de telambo pots. En dat geldt eigenlijk weer hetzelfde. We proberen altijd te kijken wat er niet is, in plaats van wat er wel is. Ja. Dus juist samen met partners kijken, oké, wat hebben jullie nu? En wat zoeken jullie? Nou, bijvoorbeeld samen met partners die zorgen wat meer natuurgetrouw, katappenbark. Nou ja, dan kunnen we natuurlijk ook kijken of we wat kunnen krijgen. Dat is leuk. Ja, zo vul je de hobby ook echt aan, in plaats van dat je het... Ja, we proberen juist een toegevoegde waarde te zijn, in plaats van iets kopiëren. Ja. Dat is iets wat we niet proberen juist. We proberen echt... En aanvulling daarin te zijn. Dus ja, zo hebben we natuurgetrouwe decoratie. Echt heel veel verschillende soorten. Ja, bijvoorbeeld de cavity stones. Die zagen we boven ook al. En die waren nog helemaal niet gekleurd. Oh ja. Wat een verschil. Door het bakproces gaat er best wel wat... Daar gebeurt best wel wat in het bakproces om die kleur te krijgen. Dat duurt ook wel even. Dus, ja. Ja, dat zijn allemaal. En dan hebben we hier natuurlijk, dit is het gedeelte eigenlijk in principe van de rotsen. En dan hebben we hier bijvoorbeeld de grijze rots. Oh ja. Die noemen we dan de SA27 grijs. En zoals ik net ook zei, er zitten meerdere openingen in elk decoratieelement. Dat heeft meerdere voordelen. Dat heeft namelijk de voordeel dat en de vissen kunnen erin schuilen. Ja. Dus je hebt meer oppervlak voor het diertje. En je zorgt ervoor dat je een mooi decoratieelement hebt waar geen dood water in gaat staan. Dus je hebt constant heb je op alle manieren heb je proberen we in ieder geval te kijken, oké, hoe kunnen we het diertje verbeteren? Hoe kunnen we het welzijn voor het diertje verbeteren? Ja, want dat is inderdaad echt wel een probleem met veel decoratie, dat er dood water in komt te staan. Ja, het zijn vaak in principe grote bronnen van dood water. Ja, precies. Als je decoratie optilt, dan komt er enorm veel vuil vrij. Nou, dat resulteert niet in de beste waterwaardes. Nee, precies. En juist hiermee kan je ervoor zorgen dat het diertje in een schuilplaats heeft. Maar het mooie, als het diertje een schuilplaats heeft, dan zie je het diertje vaker. Ja. Mensen zeggen vaak, ja, niet te veel schapen, niet te veel schapen, dan zie je het diertje niet. Nou, juist als je meer decoratie hebt, dan heeft het diertje, joh, ik heb plek om te schuilen, ik kan overal naartoe, geen stress, ik kan hem weer laten zien. Ja. Als hij maar één schapen heeft, dan gaat hij die schapen verdedigen, want er is er maar eentje. Ja. Wanneer zie je het diertje vaker? Als hij meer genoeg heeft. En veiliger wanneer... Ja. Dit is wel mooi. Ja. Is toch gaaf? Ja, dus hebben we de bruinere variant, we hebben de grijze variant daarvan. We proberen er altijd... een grote verscheidenheid van te hebben. En dan hebben we aan deze kant nog het lijsteen. Dit zijn in principe degenen die klaar zijn. Nou, zoals je ziet, het zijn drukke tijden. Dus er zijn best wel wat uit voorraad. Dus we zijn boven behoorlijk bezig om het bij te benen. Maar het is een behoorlijke klus. Dus nou, deze hebben we in ieder geval, die hebben we er wel genoeg van. Maar ja, de straten die zijn helemaal op. Ja. De hoeken, hoeken links zijn ook relatief snel gegaan. Ja. Allemaal lege planken. Ja, en gelukkig hebben we van de dubbele in één keer oh, wel ja, genoeg. Daar is er ook nog één. Ja. Ja, en dan hebben we als laatste eigenlijk ook nog het... vraag ik niet als laatste, als een van de andere dingen hebben we ook de waterbakken. Dat is meer het terrariumgedeelte. Ja, een waterbak in een aquarium is niet echt heel erg. Dat is niet het meest handige. Beetje overbodig. Ja. Nee, maar... sorry? Een flesje water in een waterbak. Ja. Je zou het kunnen doen, maar nee, ik zou het niet aanraden. Maar dit zijn leuke dingetjes uit voor een terrarium. Ja. Ook weer kijken van ja, natuurgetrouw in het terrarium terugbrengen. En ook met dit soort bakjes. Ja, je wil een beetje natuurlijke dingen in het terrarium brengen. Ja, dit is een stuk mooier dan wat ik momenteel met een terrarium heb liggen. En dit noemen we dan de bassins. Dat zijn een soort van kleine vijvertjes. Ja. Kan je zo in het, of in het grind, of in het turf, of in het... kokosmos, of je kan het zo gek niet bedenken, kan je het erin plaatsen. Ja. En het diertje kan zo het water in. Ja. Ja, het is eigen zwembad, ja. Het is een privé zwembad. Die hebben wij niet, maar... Heb je wat gevonden, hè? Ja, dat is altijd mooi, toch? Dit is nou ja, hetzelfde recept, hè? Ja, dat zijn de Dragonstones. Dragonstone 5. En weer hebben we ervoor gezorgd, het is een mooi esthetisch product, maar ja, toch... En vluggaten. Ja. Meerdere openingen. Meerdere. Ja, je kan
Hier kunnen de pleco-soorten zich op een kop alvast. Ja, pleco's, cycliden, echt alle... Maar mooi. Hij is trouwens, ik dacht dat hij lichter zou zijn, maar dat is niet. Nee, ze hebben allemaal best wat gewicht. Dat is, het is zwaarder dan water. Je pakt ze op alsof het... Nou, echt niet. Hij is inderdaad. Een stuk zwaarder dan... Ik denk dat hij veel lichter is. Ja, dat heb je met heel veel. Met al die decoraties zijn best wel aan het gewicht. Je hoeft ze ook niet te verzwaren. Je hoeft ze niet te bewerken met een bepaalde epoxy of een bepaalde... rommel, zou ik het zo zeggen. Dat soort producten zijn allemaal zwaar. Dan kan je direct het water in plaatsen en die blijven gewoon kleur houden. Ja. En daarnaast hebben we nog onze knuffeltjes. Zijn wel heel schattig. Ja, dat is iets wat eigenlijk een dingetje is wat een guilty pleasure in dat opzicht. Bertatjes, het zijn... Oh, wat schattig. Ja, het leuke is, je ziet vaak de stoerste mensen zie je in een autootje met zo'n Bertavisje. Ja. Of zo'n Crystal, zo'n Crystal Redje. Het is toch wel een grappig goede... Ja, die granaatjes, joh, het is zo mooi. Dan zie je de stoerste mensen, grote tattoos, grote... En dan zo'n lief knuffeltje erin. Ja, ik vind dat altijd mooi. Dat zegt ook wat over iemand dat die daarvan houdt. En dan hebben we daarna nog die grote rotsen. Ja, en de achterwanden natuurlijk. En de achterwanden zeker weten. Dat is ook groot. Ja, dat zijn behoorlijke... Dit en deze wordt er wel terrarium als aquarium. Ja, aquarium als terrarium. Dit zijn de kamrotsen. Die zijn niet het allergrootste. We hebben ze nog groter. Maar dan praat je over een kleine 140 centimeter bij 85, bij 65. Maar dan, dat zijn meer tuinrotsen. Die kan je ook gebruiken in het terrarium of het aquarium. Maar dan moet je wel een behoorlijke bak hebben. Ja. Want anders dan heb je echt een opvul. Misschien voor je tuinvijver. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, er wordt heel veel gebruikt. Vooral bij echt grote hokken. Dus schildpadhokken die echt best wel behoorlijk zijn aan de maat. Echt grote aquarium. Dus boven 3, 4, misschien 5 meter. Ja. En die bakken zijn ook vaak een meter of meer diep. Ja. Anders dan is die zo groot. Dan slokt hij in principe zoveel ruimte op, dan heb je meer rots dan dat je aquarium hebt. Ja. Dus dat is soms een beetje zonde. En hier liggen dan in ieder geval die nieuwe wanden liggen klaar. Dus dat zijn die wanden die we net geïnstalleerd hebben. Die hebben we in 4 maatjes, dus die hebben we allemaal hier achterop staan. 50, 65, 50, 55, 60, 55 en de kleinste maat de 60, 38. Oh ja. Maar ja, we proberen juist nu dit eigenlijk, die video die waren we aan het maken. Straks, als je dit scant, jongens, ja. Dan komt de video. Ja, dus dan heb je die installatie helemaal. Dan kan je ook meteen, als je een keer vergeten bent hoe het moet, of als je zegt, nou, ik kom er toch even niet uit. Dan heb je meteen alle informatie. Kan je eigenlijk makkelijk op YouTube terugkijken hoe je hem installeert, hoe je hem zaagt, hoe je hem erin plakt. Ja. Makkelijk maken. En ook deze achterwanden hoeven niet behandeld te worden of iets dergelijks. Nee, dat proberen we juist zo makkelijk mogelijk te maken. Het heeft niet zo heel veel zin om dingen moeilijker te maken dan het is. Ja. Het is een goed product, ja, en je installeert het en je kan er lekker van genieten. Ja. Dus niet bewerken met epoxy of andere... Om het schoon te maken met azijn of zo, het is gewoon klaar. Nee, het is klaar. Je koopt het in de winkel, is het meteen klaar. In de winkel kan je gewoon helpen om het of te installeren. Of de winkel kan het voor je doen, of je kan het zelf doen. Ja. Makkelijkst is om het zelf te doen. Ja. Ja, dat is een beetje denk ik het gedeelte wat we zo rustig door het magazijn hebben. Ja, aan de andere kant, daar hoort normaal gesproken... Ons kweekmerk is Aqua te staan. Het is een Zuid-Koreaans merk, gespecialiseerd in kweekbakjes, filters. Eigenlijk producten die er zijn, verbeteren ze. Ze hebben bijvoorbeeld de Artemia Blender hebben ze verbeterd. Oh ja. De nieuwste kweekbakjes. Het wordt heel veel gebruikt in de aquariummarkt. Maar die zijn momenteel weer vertraagd. Oh, lang leven. Dus die is, dankzij COVID. Nee, ook vooral dankzij Evergreen. Het mooie schip in Egypte die... Ja. Die heeft een paar dagen stilgelegen, dus dan liggen alle schepen stil. Maar ja, we bieden van nog een paar dingen, ze hebben gelukkig een voorraad. Maar ja, ik hoop dat we zometeen weer 1,5-2 containers kunnen ontvangen. En dan kunnen we weer een beetje wat vullen. Ja. Want zoals je ziet, dit schap is leeg. Het is wel een beetje zielig, ja. Het is een beetje zielig hoe weinig we hebben, hoeveel er leeg staat. Maar ja, als het zometeen weer gevuld is, dan is het mooi. Dus ja, daarnaast... Ja, en als mensen nou geïnteresseerd zijn in een bepaald product van jullie, waar moeten ze dan heen? Je kan op onze website kijken, daar hebben we een partnerpagina. En op die partnerpagina kan je eigenlijk altijd een winkel in jouw buurt vinden. Oh ja. We hebben, wat ik zeg, een kleine 3,500 wereldwijd. Dus in principe zou er altijd wel een winkel moeten zijn die het product verkoopt.
is het dan niet in de buurt of zeg je, joh, kom er echt niet uit, geef ons even een belletje of een mailtje of een WhatsAppje. Ja. Dan helpen wij je, want we weten altijd wel een partner te vinden. Ja. En er zijn genoeg partners die willen meedenken om ja, jou te helpen. Ja, nou, dus super. Ik vind het altijd leuk. Ja, bedankt voor alle info. Ja, toch? En dat we hier ook mochten komen met camera. Ja, maar ik vind het ook leuk, omdat je oprecht dan wat kan laten zien. Omdat ja. Ja, wij zijn natuurlijk anders dan andere bedrijven. Wij maken producten zelf. En dat ja. is soms zeggen mensen, ja, dat is een beetje onzin of dat kan niet. Maar juist om dat laten zien, denk ik, ja, we doen het oprecht. We maken echt heel veel dingen zelf. Daar staat de oven. Ja, daar hij staat er. Ja. En, ja, hij bakt 2 keer in de week. Dus ja. Er wordt best wat gemaakt. Ja. Maar dan is het ook leuk om dat te laten zien. En vaak is het natuurlijk zo dat je... Ja, niemand komt hier. Nee. Mensen komen in de winkel, zien het product en zien niet wie erachter zit. Nee. En dan is het leuk als je... Ja, met ons team werken we super hard om die producten te ontwikkelen, om te maken. Ja. Dus vandaar, ik vind het leuk om het te laten zien. Ja, nou super, bedankt. Ja, ja toch? En dat was dan de video van achter de schermen bij Ceramic Nature. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop dat jullie er misschien wel iets van geleerd hebben. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en erg leerzaam om achter de schermen te kunnen meekijken naar de productie en hoe alles nou gaat binnen zo'n bedrijf die dus handgemaakte decoraties maakt. Ik vond het enorm leuk om jullie mee te nemen. Bedankt dat ik dit mocht doen, Ceramic Nature. Stay tuned op mijn kanaal voor meer video's van deze dag bij Ceramic Nature. Want we zijn zeker het kijken waard. Verder bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwste content. Een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een nieuwe video of livestream op mijn kanaal. Dus doei!